Hallo Katties, vandaag heb ik echt een hele leuke shoplog voor jullie. Ik heb allemaal dingetjes besteld bij de Sarah en ik dacht van weet je wat, het is gewoon een spontane video. En ik ben een beetje overboord gegaan en best wel vrij veel dingen gekocht. Ja, waarom niet? Mag je zelf wel een keer verwennen toch? Allemaal leuke spulletjes gekocht, allemaal van de Sarah, super blij mee. Dus ja, laten we maar beginnen. Zo. Het eerste item wat ik heb gekocht is echt super schattig. En ik vind het kleurtje mega cool. Ik hou van lekkere zomerse kleuren. Fijn om spijkerbroek te dragen. Dus ja, dit is echt wel mijn ding. Dit is ook echt wel mijn kleur. Ik hou echt van dit soort kleuren. Ik vind dat helemaal geweldig. En natuurlijk wat ik nu aan heb. Die heb ik ook gekocht. Ik wilde al heel lang een truitje met van die bolletjes erop hebben. En toen zag ik met dit mouwtje. En toen dacht ik van ja, die hoort bij mij. Wij zijn samen. Als tweede heb ik weer een t-shirt gekocht. Ja. Ik ben nogal van de t-shirt. En die vond ik zo schattig. Ik vond hem super lief. Ik dacht echt, ja, dit vind ik gewoon voor casual, langs het strand, een knoopje voor. Weet je, met een high-waist jeans. Ja, helemaal geweldig. Gewoon helemaal top. Maar toch, ik vind altijd met, als je online bestelt, vind ik het toch altijd anders. Als je hem dan online ziet, is het altijd heel erg prachtig. En dan denk ik echt, wauw. Zoals ik het dan thuis gestuurd krijg, denk ik, op het plaatje lijkt hij leuker. Laat het even hieronder achter als jij dat ook hebt. Kom, ik heb dat best wel vaak. Maar bij Sarah heb ik dat meestal niet. We gaan gewoon door. Dit kleurtje. Ik vind hem alleen een beetje groot uitvallen. Ik weet niet. Maar hij is echt super leuk. Het is een jurkje. Even zo'n oversized. Ook weer met van die mouwtjes. Ja, ik ben echt verslaafd. Hoefmouwtjes. Cute. Deze vind ik echt lekker. Als het lekker weer is, weet je. En dan heb je heel vaak dat je één ding hebt wat je makkelijk aandoet. Gewoon even snel dat met slippers. Om weg te gaan. Of lekker naar boodschappen te doen of whatever. Ik dacht het wordt weer eens tijd voor een witte basic t-shirt. Ja, want dat had, nou, dat is eigenlijk, hoort daar een verhaal bij. Er was eens een dag dat ik op mijn kamer kwam. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een simpele t-shirt met een high waist jeans aandoen. En toen keek ik, jeetje, ik heb gewoon geen basic t-shirt. Ik heb alleen maar een t-shirt met vlieren van tijntjes eraan en erop. En verder heb ik, hallo, dat is echt een must in je kast. Ja, en dit, ja, echt. Mijn vriend verklaart me voor gek, maar ik vond het echt, echt te zoet en te schattig. Een heel hoog poppengehalte. Nee, sorry, maar deze ga ik echt wel rocken. Sorry, deze vind ik gewoon... Ja, dat vind ik gewoon echt... Ik heb er gewoon geen woord voor. Ik word er gewoon helemaal stil van. Nou heb ik niet heel erg overdreven veel roze altijd aan. Maar toen ik dit zag, dacht ik wel... En het is rond. En het heeft van die mouw. En het is niet al te lang. En het heeft een open rug. Wel echt cool. Nog wat besteld, maar ik denk dat ik die terug ga brengen. Want ik ben er niet heel erg blij mee. En dat is deze. Ik weet niet echt zo goed wat ik ervan moet denken. Weet je, ik dacht ja... Mooi, zo'n hoge short, weet je. Hij komt ook heel erg hoog. En zoals als ik hem nu zie, dan is dit is het echt wel leuk. Maar ik weet niet. Ik vind hem iets te grof, denk ik, of zo ergens. Iets te lomp. Terwijl hij hier loopt mooi in je... Dan heb je weer mooi dat die tijen geaccentueerd worden. Maar toch, ik weet het niet. Dit is nog een twijfelaartje. Ik weet het namelijk niet. Laat het me weten wat jullie vinden. Let me know. Ruilen of houden. En toen zag ik nog iets heel leuks. Echt. Ik vond hem zo cute. Ja, ik vind dit echt leuk. Volgens mij moet hij nog wel uitgelopen worden. Want ik had hem net even aan. En meteen werd een beetje verstikt. Maar alleen de bovenkant zit een beetje strak. Kan ook zijn omdat het nu warm is. En dat ik van die opgeplofte voeten heb. Maar ik weet niet. Alle twee. Dit is toch te schattig. En ze zijn wat hoger. En je bent echt 1,60. Dus als ik dan al wat lengte kan creëren. Dan doe ik dat. En als laatste alweer. Dat zijn ook weer. Dit zijn wel echt wat lompere slippers. Maar ik vond dit echt cool. Ik hou wel van een beetje chunky monkey, grofachtige Tom Girl dingen. Ja, ik vind dat helemaal geweldig. Dus toen zag ik dit. Ik vind dat wel wat bij mij. Ik zat even... Kijk, zie, mijn voet komt er nu gewoon niet eens zo goed in. Kijk, dat is toch hartstikke leuk. Vooral onder een skinny. Ik weet niet. Ik vind altijd dat mijn benen daardoor dunner lijken. Of dat zo is, weet ik niet. Maar ik denk altijd, als ik een maar lomper onder mijn voet doe. En ik doe een hele strakke broek dan aan. Lijken mijn benen dunner, ja. Mijn hersenen hebben gezegd dat dat zo is. Dus dan denk ik ook dat dat zo is. En ik zal even de andere voet erbij pakken. En ik vind het echt super cute. Ik ga ze denk ik ook echt vandaag meteen aandoen. Want ik moet vanavond nog weg. Want deze gaat sowieso in mijn collectie blijven. Gewoon weg omdat I adore them. Gewoon lekker chunky, lekker grof, lekker groot. Ja, ik love it. Lekker mijn dingetjes kopen. Lekker op mijn telefoon ontspannen met thee. En toen dacht ik, tot ik wel mijn shopping bag echt mega vol zit. En dacht, dat wordt wel heel veel. Dit was alweer mijn shoplog. Vind je dit een leuke shoplog? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En vergeet ook niet te abonneren. En
als je dan toch abonneert, vergeet niet het belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Ik upload 2 keer in de week. Op dinsdag en op vrijdag. Waarvan 1 keer in de week sowieso een DIY. Doei doeg!